Dit zijn de eerste drie figuren ontworpen in 1974 door de ontwerper, meneer Hans Beck, in Nuremberg, Zirndorf. Het was een Indiaan, een cowboy en een wegwerker. Wim Remken handelde in speelgoed en zag ruim 40 jaar geleden wel wat in Playmobil, in tegenstelling tot zijn collega's in notabene Duitsland. Nee, want Duitse inkopers waren niet enthousiast. Dus die wachten even af hoe het in Nederland zich ontwikkelde. En toen volgden in ieder, dat klopt, ja. Nou, iedereen kent natuurlijk wel Playmobil. Iedereen heeft daar wel eens mee gespeeld vroeger, de afgelopen 40 jaar. Dat ben ik nu ook aan het doen hier in het museum in Venlo. Ik ben even deze camping aan het maken. En dat is een beetje de filosofie achter het speelgoed. Je kunt je eigen wereld creëren. En we gaan hier zelf een Playmobil-mannetje in elkaar zetten. Kinderen die een kinderfeestje hier vieren of een museumles boeken, die mogen allemaal een eigen mannetje maken. Natuurlijk was ik altijd wel al geïnteresseerd in Playmobil. Ik heb er zelf mee gespeeld. Maar toen hoorde ik het verhaal dat Nederland een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd in de geschiedenis van Playmobil. En dat een Nederlandse importeur bijgedragen heeft aan de opstart ervan. En dat vond ik een heel bijzonder verhaal. En toen zijn we gaan kijken in Spire. En we waren zo enthousiast dat we dachten, die willen we naar Venlo halen. Ah, dit is heel bizar. Hier zie je ongeveer 100 hoofdjes. En dit laat zien hoeveel verschillende variaties er mogelijk zijn. Er zijn wel 40 baarden, meer dan 300 kapsels. En daardoor zijn er in totaal 14 miljoen verschillende poppetjes mogelijk. Komende zaterdag opent de tentoonstelling over Playmobil in het Venlose Museum.